De weersomstandigheden waren niet ideaal voor ADO Den Haag en de open dag die gepland stond op zaterdag 5 augustus. Hij ging wel door, maar de activiteiten die waren naar binnen verplaatst. Dus sjoelen en voetballen mocht allemaal in en rondom het bingo-stadion dat 3250 bezoekers had. Niet iedereen was blijven hangen voor de wedstrijd. En zij miste een leuke openingsfase waarin ADO binnen een aantal minuten al een aantal keer van zich laat horen. Dit de grootste kans uit de openingsfase van Malik Saluki. ADO veelvuldig de bal. Als scheidsrechter Shona Shugrula ADO hier een vrije trap geeft. Normaal actief in de tweede divisie. Durazo Klas met de vrije trap en de goal van Matteo Laam. De nieuweling in zijn eerste wedstrijd in het Bingo-stadion in Haagse dienst. De verdediger zet ADO Den Haag na een minuut of 18 op een 1-0 voorsprong. Heeft heel veel ruimte. En krijgt dus heel veel tijd om die openingstreffer dan ook te maken. Boris de Rije Kalisic trad ADO aan in een basiself die gaat lijken op die in de keukenkampioen divisie. En een van die spelers in die basis is Sascha Konjenovic. Zeker niet zijn eerste doelpunt in de voorbereiding. Nummer 5. Goed binnengeknikt. Via de grond en dus geen houd aan voor Mike Penders, de doelman van Genk onder 23. Opnieuw ADO profiteren van een misverstandje. Komjenovic. En Penders met zijn linkerbeen. Ja, nog altijd slecht weer in het Bingo-stadion. Maar ADO heeft er zelf weinig last van. Speler op de grond van Genk, maar het spel gaat door en Waan scoort. Nummer 2. Omdat 1 toch niet zo'n fijn getal is. Henk Veerman is degene die daar een speler van Genk naar de grond duwt. Maar het mag door van Shugrula. Ja, precies. 3-0 de ruststand. Vermakelijk eerste helft. En in de tweede helft misschien wel een knallende start. Dit na 20 seconden. Saluki. Schiet hem naast. Nog geen positieve balans in de oefenwedstrijden tegen Belgische clubs dit seizoen. Van Dender en Beveren werd verloren. Tegen Standard Luik onder 23 werd dan weer gewonnen. Henk Veerman met zijn eerste kans van de wedstrijd. Zou het er ook graag van die 0 af willen. Speelde tegen Sparta zijn eerste wedstrijd voor ADO. Die wedstrijd hebben we met 2-1 verloren. Klas, Struik. Ingevallen. En Henk Veerman had hem moeten maken. Het is Mike Penders weer. Die ook in tweede instantie op moet treden. Maar dan is het van Saluki ook niet succesvol. We zien heel weinig van Genk. In de tweede helft iets meer dan in de eerste. Konstantinos Karatsas. Misschien randje 16. Maar Hugo Wendges. Waarschijnlijk de nummer 1 doelman van ADO dit seizoen. Kan de bal makkelijk opvangen. 1-1 tegen Venlo. 2-1 verloren voor Sparta. En nu de laatste oefenwedstrijd van de voorbereiding. 3-0 tegen Genk onder 23. ADO Den Haag zal aan het nieuwe seizoen beginnen op vrijdag uit bij de Graafschap. Met een goed gevoel. In ieder geval naar aanleiding van deze overwinning. 3-0 dus tegen Genk onder 23. Ik sta eigenlijk met een tevreden trainer. Moet ik lachen nog? Helemaal tevredenheid laten zien. Nou, het is een afsluitende wedstrijd geweest van de voorbereiding. Een ploeg uit eigenlijk KKD van België. En... ja, we hebben gedaan wat we konden doen. Goede eerste helft. Hoop dingen gezien wat we hebben getraind.
In elke wedstrijdmoment, moet ik eerlijk zeggen. En uiteindelijk met een mooie voorsprong ook de kleedkamer binnengegaan. Nou, tweede helft hebben we nagelaten om tempo vanuit de eerste helft te laten voorzetten in de tweede helft. En uiteindelijk is het gewoon gebleven bij 3-0. Een wedstrijd waar wij eigenlijk geen kansen hebben weggegeven, naar mijn gevoel. En zoals ik net zei, gedaan wat we op dit moment konden doen. Wat zijn specifiek de goede punten die je heeft gezien, vooral in de eerste helft? Nou, goede organisatie in ieder geval. Vanuit die goede organisatie gewoon tot afspraken komen en afspraken nakomen in balbezit. We hebben gezocht in voetbal. Tegenstander hebben we vandaag gehad die ons best snel onder druk wouden zetten. Maar toch hebben we tussen de linies doorgevoetbald. Door de hele snelle balcirculatie hebben we eigenlijk ook snel op de spelhelft van de tegenstander gekomen. Dus dat zijn dingen eigenlijk die goed waren. Op het moment ook dat we bal veroverden, hebben we vooral in de eerste helft de bal in de ploeg gehouden. Waardoor wij uiteindelijk ook dominantie konden behouden in het veld. En in de tweede helft was dat niet het geval geweest. En daardoor hebben we ook dominantie aan tegenstander gegeven, naar mijn gevoel. Zagen we in de eerste helft ook een basiself die we ook aankomende vrijdag gaan zien tegen de Graafschap? Op dit moment wel. Dus, en wat de basis wordt volgende week, dat weet ik niet. Want om eerlijk te zijn, ik ga ook vanuit dat het toch wat veranderingen komen in de selectie. Maar als er geen veranderingen komen, dan is dit basis, ja. Een verandering die al is gebeurd, dat is de komst van Henk Veerman. Heeft hij de aanval al gebracht wat ADO miste? Natuurlijk. Wij weten, en jullie weten ook, dat wij gewoon natuurlijk versterkingen zoeken. Gewoon in meerdere linies binnen onze elftal. Maar het is overduidelijk dat we gewoon voorin een stootkracht nodig hebben en Henk is er maar begin. Maar ook een hele mooi begin van een mooie voorhoede. Ik hoop dat we gewoon die lijn voor gaan zetten en dat we ook onze team met het goede aanvallen zo gaan versterken. Is ADO klaar voor de keukenkampioen divisie? Ja, die antwoord kan ik je gewoon niet helder geven. Die antwoord heb ik ook niet helder voor mijn geest. In ieder geval, we staan daar waar we wilden staan met deze groep op dit moment. Dus verder kunnen we niet staan. In vergelijking met het niveau van Jupiler League en onze eerste tegenstander moet het nog blijken hoe goed dat is. Het is duidelijk dat we gewoon absoluut, zoals ik ook eerder heb aangegeven in het begin van het seizoen, dat we gewoon hard op zoek zijn om team te gaan versterken. En team moet wel beter worden, dat is wel duidelijk. Maar wat deze team in staat is, dat moet wel eerste wedstrijden van competitie laten zien.